Goedemorgen allemaal en dank voor de introductie en de uitnodiging. Het is alweer 4 jaar nu dat ik hier in Amerika zit en werk. En ik ga jullie een beetje een update geven over waar ik de laatste tijd en waar het voor een sollicitatie de laatste tijd veel mee bezig is. En het gaat veel over grootschalige patronen van vogeltrek. Dus waar je niet zeg maar één individu volgt, maar eigenlijk de gehele populatie van een soort of van een groep soorten probeert te volgen op een schaal van een volledig continent. En kijk of dit werkt. Oh. Ja, dus het was even wennen voor mij ook. Zo'n totaal nieuwe avifauna en al die nieuwe soorten om te leren kennen. Maar het gaat steeds beter. En in feite is dat, als je kijkt naar trekvogels in Amerika, er zijn natuurlijk ontzettend veel overeenkomsten. Maar wat wel een groot verschil is het land, en dat vergeet ik elke keer weer, dat het land zo ontzettend groot is. En ook dat er dus ontzettend veel broedvogelsoorten zijn. Dus als je in Amerika kijkt, zijn er 722 vogels die eigenlijk broeden binnen de lower 48, zo zeg maar binnen de staten onder Canada, zeg maar. En ontzettend veel van die soorten zijn eigenlijk trekvogels, ongeveer 76%. En als je nu kijkt van wanneer die vogels hoofdzakelijk trekken, dan is het ook bijna 80% die 's nachts trekt. En ik denk dat dat ook draagt wel bij aan soort of die magie van vogeltrekken, dat het altijd een beetje iets mysterieus heeft. Het is ontzettend algemeen, maar het gebeurt wel allemaal 's nachts en het is lastig te volgen. En als je dat soort grootschalige vogelpatronen probeert in je hoofd te krijgen, het is gewoon een enorm groot fenomeen. Met miljarden vogels, hele lange trekroutes. En de meeste trekvogels zijn ook enorm wijd gedistribueerd. Vooral zeg maar, als je kijkt naar landvogels. En niet zoals bijvoorbeeld steltlopers die dan nog vaak wat geconcentreerder zitten. Veel van die landvogels en zangvogels zijn gewoon ontzettend breed verdeeld over zo'n continent. En eigenlijk als ik dan terug ga hoe ik naar vroeger zeg maar keek naar, als ik dat probeerde voor te stellen hoe dat dan ging, zo'n de trek van bijvoorbeeld deze Amerikaanse boslijster. Dat is wel een beetje een van de guinea pigs soorten is hier in Amerika, waar heel veel onderzoek aan gedaan wordt. Omdat een soort standaard zangvogel voor heel veel onderzoek. Dan zijn het vaak dit soort kaartjes waar je naar kijkt en die je ook in je vogelboek hebt staan. Dus een soort van, in het rood hebben we dan het broedgebied, in het blauw de overwinteringsgebieden en dan meestal daartussenin heb je zo'n beetje geel ingevuld van daar is dan daar vindt dan de migratie plaats. Maar eigenlijk is dit dus een ontzettend statisch beeld van een fenomeen dat eigenlijk ontzettend dynamisch is. En er is eigenlijk geen week in de uiteindelijke distributie van zo'n soort die hetzelfde is. En eigenlijk verplaatst die soort zich continu over het continent. En ik denk dit statische beeld dat we altijd hadden, onder de invloed van heel veel nieuwe type data en grootschalige data, is dat heel erg aan het kantelen. En kunnen we steeds meer van die dynamiek eigenlijk gaan oppakken en bestuderen. Echt op de schaal van de volledige distributie van zo'n soort. En ik wil eigenlijk aan de hand van twee, een beetje gebiased naar waar ik zelf aan werk, twee misschien echte ontwikkelingen een beetje oppikken in dit praatje. En aan de ene kant is dat misschien de nieuwe manieren waarop we eigenlijk vogels zijn gaan waarnemen. En misschien voornamelijk hoe we onze waarneming zijn gaan registreren. Dus niet meer zozeer via de niet-notitieboekjes, maar heel veel wordt nu digitaal meteen ingevoerd. En dat leidt een enorme nieuwe datastroom aan heel veel informatie over vogeldistributies. En aan de andere kant ook de nieuwe technieken, zoals het gebruik van weerradars, om eigenlijk naar die
kortschalige dynamiek te kijken van wanneer is er nu een goede treknacht. Waar ik zelf in mijn carrière veel tijd aan heb bestudeerd. En eigenlijk, dat is een van de projecten binnen het Lab of Ornithology waar ik veel tijd aan besteed, is Birdcast. Waarin we eigenlijk vogels proberen te volgen met behulp van deze radarnetwerken. Dus hier heb je een kaartje van de Verenigde Staten met al die groene puntjes. Dat zijn de locaties van weerradars. Er zijn er 143 in dit deel van Amerika. En traditioneel zijn die sensors zijn natuurlijk hier geplaatst om eigenlijk te kijken naar gevaarlijk weer. Dus tornado's en grote stormen. En het is echt een soort kritiek onderdeel van de infrastructuur hier in Amerika. Want het weer is ook, alles lijkt wel een beetje groter hier. Ook het weer kan nogal wild zijn. En daarom is er echt een heel goed gefund en een heel wijdverspreid weerradarnetwerk. Dat is trouwens ook zo het geval in Europa, waar we ook een groot weerradarnetwerk hebben. En je kan die weerradars ook, niet alleen gebruiken voor weer, maar ook om te kijken naar vogeltrek. En dat is eigenlijk wat ik hier laat zien voor één nacht, hier op 16 mei. Waar je eigenlijk de heldere kleuren, je ziet de vogels opstijgen zodra de nachtdag Terminator eigenlijk over het land gaat. Dus nu is die gele is zonsopkomst. De rode lijn is zonsopkomst. En je ziet eigenlijk vlak daarna al die vogels de lucht ingaan. De pijltjes geven hun richting van het trek. En eigenlijk dit soort beelden zijn we nu via Birdcast, kun je daar echt live naar kijken. Die beelden zijn altijd beschikbaar. En heel veel vogelaars en onderzoekers gebruiken die beelden ook om gewoon te kijken, oh, wanneer krijgen we een goede vogeltrek. Het mooie van de VS is ook dat we een soort archief hebben van die radarbeelden, dat gaat al meer dan 20 jaar terug. En daardoor kunnen we dus ook een enorm grote historische dataset aan hoe vogels trek in de lucht historisch heeft plaatsgevonden. En je vraagt je misschien af, waarom zijn dit soort dingen, waarom is het überhaupt nog nieuw als we dit al 20 jaar geleden het radarnetwerk er was? En waarom hebben we dat niet eerder al dit soort beelden en ook voorspellingen zoals we die nu maken van vogeltrek? Waarom is dat er niet? En de reden is gewoon dat de data van dat soort weerradars enorm groot is. En het zijn enorme datastromen ook om die beelden snel en live op één punt te krijgen. En het is echt de ontwikkeling van het internet en alle digitalisering die dat allemaal veel makkelijker en sneller heeft gemaakt. En daarom zie je nu een soort van het hele veld van radar, hoe noemen we dat, aeroecology. Dat is een soort heel klein veld waar misschien maar 30 mensen in zitten. Maar in ieder geval, dat heeft dus echt, het is een soort van technologische verandering. Die nu, zeg maar, dingen die we altijd al wilden doen, nu ineens kunnen. Dus we maken nu ook een soort combinatie van die live migration maps, die je eigenlijk op elk moment kan bekijken. En dan zijn er ook voorspellingen voor die een aantal dagen vooruit gaan. En dat werkt eigenlijk gewoon door een weermodel, de wind en de temperatuur, al die gegevens die een weermodel heeft, om die historisch te vergelijken met al die radarbeelden van de vogeltrek. En je kan dan een computer eigenlijk door maar gewoon het vaak genoeg te laten vergelijken hoe het weermodel en de weervoorspelling leidt tot een bepaald patroon van vogeltrek. Als je maar genoeg data daartegen aangooit, dan kan je echt op brute kracht, zeg maar, computers laten leren om dat soort voorspellingen te maken. En dat werkt dus ontzettend goed. Er zit niet heel veel ecologische kennis in eigenlijk. Het is gewoon puur het computermodel dat leert, maar wel heel goed doet. En dus daarom zie je dat die voorspellingen zijn behoorlijk goed. En die gebruiken we nu op allerlei manieren ook om eigenlijk voor toepassingen ook. Er is veel interesse bijvoorbeeld in vliegveiligheid. Bijvoorbeeld verschillende bedrijven van die helikopters vliegen voor ambulanceverkeer zijn erg bezorgd over aanvaring met vogels. En die willen gewoon willen weten wanneer er vogels in de lucht zijn.
Gebruiken we nu ook een soort grote outreach campagne op het moment waar we iets proberen te doen aan het verkleinen van aanvaringen van vogels met verlichte gebouwen. En met name hebben we een soort pilot in Texas. Het is eigenlijk een probleem waar je in Europa niet zoveel van hoort, maar ik denk dat dat ja, misschien te maken heeft met dat bepaalde soorten meer gevoelig zijn voor aantrekking door licht, 's nachts, maar ook gewoon het feit dat Amerika veel meer hoogbouw heeft en grote steden die verlicht zijn aan de rand van de Gulf of Mexico bijvoorbeeld. En ook aan de rand van de Great Lakes. Waardoor dat gewoon veel meer een probleem is. En het is niet ongebruikelijk dat je hier nachten hebt waar er dan gewoon honderden vogels onder een verlicht gebouw ligt. En op het moment dat je dus zeg maar voorspellingen hebt van wanneer dat gebeurt, kunnen in ieder geval mensen het licht uitdoen. En in ieder geval bewust zijn dat er een grote vogeltrek aankomt en daar ook naar handelen. Dus we proberen dat soort actieve bescherming zeg maar, met dit soort data te doen. Maar ik wil het een beetje wat dieper duiken in, eigenlijk aan nieuwe radars en ook misschien waarnemingen van vogelaars gebruiken eigenlijk meer misschien ook in fundamenteel onderzoek. En dat wil ik eigenlijk doen aan de hand van een studie die we recentelijk hebben gepubliceerd eigenlijk de achteruitgang van de Amerikaanse avifauna. En dat is niet een heel oud verhaal. En misschien mensen zijn natuurlijk al lang van bewust dat trekvogels achteruit gaan. En wat hier in Amerika heel invloedrijk boek was in de jaren 60, begin jaren 60, was Silent Spring van Rachel Carson. En dat verhaal zette eigenlijk, waarin zij beschrijft gewoon de achteruitgang van vogels in de tuin. En de impact van DDT die dat op dat moment had op gewoon de vogels die zij om zich heen zat. En dat is echt in Amerika echt een boek dat dingen kantelde en echt dat problemen op de kaart zetten. En Chandler Robbins, die eigenlijk degene is die de North American Breeding Bird Survey heeft ingesteld en die sinds de jaren 60... eind jaren 60 loopt het al, dus meer dan 50 jaar. Heeft dat boek echt als een soort inspiratie genomen en gezegd, oké, we moeten iets doen. En om in ieder geval een meting te hebben van wat is de index van de vogelstand op elk moment. En heel analoog eigenlijk aan de BNP in Nederland zou ik zeggen. Alleen de BBS is misschien meer vanuit de auto en langs grote wegen. Maar het land is zo groot dat zeg maar dat de meest efficiënte manier is. En dus nog steeds elk voorjaar worden op vaste routes vogeltellingen, punttellingen gedaan. En dat is de dataset nog steeds voor de status van vogels in Amerika. En ja, dus ook gewoon het idee van... Om zeg maar de status van vogels te communiceren, worden dan dit soort rapporten elk jaar gemaakt. Dus de State of Canada's Birds en de State of North America's Birds bij de Partners in Flight, een soort organisatie, een groep van verschillende organisaties die een soort advies aan de overheid uitbrengen. En in het algemeen voor hoe het gaat met die vogels. En ja, dat zijn gewoon ook analoog aan de BNP-indices, waar je misschien wel aan gewend bent. Dus, en vaak heel divers, zeg maar. Sommige soorten groepsoorten gaan omhoog, andere gaan omlaag. Met name waterfowl gaat omhoog en roofvogels, andere soorten gaan omlaag. Maar eigenlijk kwamen we erachter dat een heel soort basale vraag wat nooit een antwoord had. En dat is gewoon het feit dat we nu al die toenemende en afnemende, al die variatie in het aantal soorten zien. Is er nou eigenlijk gewoon een netto verandering in het aantal vogels in het continent gezien sinds de start van de BBS, sinds 1970? Is er nou een toename of een afname? Of zien we een verschuiving in de distributies van vogels? Maar is het aantal vogels in het continent eigenlijk nog constant? Hadden we geen antwoord op. En eigenlijk deze studie begon eigenlijk met die simpele vraag. En een belangrijk onderdeel van de studie was eigenlijk het compileren gewoon van alle tellingen die hier beschikbaar zijn. Dus de BBS heb ik al genoemd.
roadside surveys, waarin tellingen worden gedaan elk voorjaar op een vaste manier. Voor veel soorten, bijvoorbeeld die meer in Boreaal Canada broeden, heb je gewoon een heel slechte overlap tussen die broedgebieden en de tellingen. Dus daar is bijvoorbeeld zoiets als de Christmas Bird Count, die al meer dan 100 jaar loopt, voor meerdere soorten de beste dataset. En er zijn ook een aantal soorten waarin vliegtuigcampagnes worden gedaan door de overheid. Dus eigenlijk hebben we voor al die soorten, bijna 500, dat soort dingen gecombineerd. En dan uiteindelijk, om echt te schatten, is er nou een populatieverandering, moet je eigenlijk twee dingen combineren. Dat is aan de ene kant de trend, dus de index die je over meerdere jaren hebt gedaan. En aan de andere kant ook moet je weten, oké, op één punt langs die trendlijn, hoeveel vogels zijn er nou? En vooral dat is eigenlijk pas een soort van vernieuwing. En dat is ook misschien iets wat lastig is en een grote onzekerheid heeft. Want als je van een punttelling wil gaan naar, oké, hoeveel vogels heb ik nu gezien? Dan moet je aanname maken over detectieafstanden en welk gebied je nou precies sampled rondom je telling. En tot hoever je een vogel überhaupt kunt horen zingen. Dat soort dingen moeten allemaal meegenomen worden om tot die soort schatting van een populatiegrootte te komen. Dus dat was ook een vernieuwing. En nou, dat kan je dus eigenlijk voor alle soorten doen. Populatiegrootte en trend combineren. Ik ga er heel simplistisch doorheen nu, maar al dat soort dingen worden eigenlijk in een soort statistisch model gegooid om goed met de onzekerheden van al die dingen samen te combineren. En daar komt eigenlijk uit een soort trendlijn en verandering in het aantal vogels sinds 1970. En dat zag er dan zo uit, van 1970 tot nu, dat we ongeveer een afname hebben over het hele Noord-Amerikaanse continent van 3 miljard vogels. En dat was eigenlijk een verrassing, omdat eigenlijk veel van ons dachten van, we verwachten meer een soort van verandering in de samenstelling en misschien meer urban adapted soorten, maar eigenlijk de resultaat was toch echt een nette verandering in het aantal soorten. Bijna 1 op de 3 vogels, 1 op de 4, 1 op de 3 die kwijt zijn geraakt sinds 1970. En een meerderheid van de vogels in een afname. Dus dat was de component met de tellingen. En we hebben dat dan ook gecombineerd met eigenlijk met de weerradarmetingen die ik eerder al heb geïntroduceerd. Want natuurlijk, weerradars die zien niet individuele vogels. Die meten eigenlijk al alles gecombineerd. Die meten gewoon een biomassa van wat er over je hoofd vliegt. En in die zin, al die dingen van hoe je tellingen moet combineren. Het is een redelijk gestandardiseerd netwerk van machines die gewoon al 20 jaar meten wat er in de lucht over ons hoofd heen vliegt. En daardoor kan je heel goed meten aan de component trekvogels, hoe dat is veranderd over meerdere jaren. Dus dit soort nachtelijke beelden van elke 10 minuten ga ik bij elkaar gaan tellen voor elke nacht. Om een soort van beeld te krijgen dan van de cumulatieve trek over een heel voorjaar in dit geval. In Amerika zie je typisch dus dat je die grote flyway hier hebt door het midden van het land, waar eigenlijk de prairies waren en een soort grote route richting Canada en het noorden. Ook een grote flyway hier naar het oosten, maar je ziet dat veel vogels komen eigenlijk binnen door het midden van het land. En hier meer in het oosten, waar je dus de bergen hebt en waar het allemaal veel droger is, zie je dus veel minder vogeltrek. Behalve dan door Californië en de Central Valley en de kust. Daar is ook vrij veel op trek. Maar er is een duidelijke structuur in het. En dit soort beelden dus die we nu hebben, een soort van de totale passage in één jaar. Dat kunnen we elk jaar doen. En op basis daarvan gewoon een soort kijken, is er een verandering geweest over 20 jaar. En dit is eigenlijk dan een soort trendfiguur. Waar we eigenlijk die kleurtjes geven aan, de rode kleuren zijn echt waar de trend negatief is. In blauw zien we een toename. Dus de stippen geven de trend aan van een individuele radar. En het soort gekleurde
De kleuring over alle staten heen, daarachter is soort van de output van een trendmodel, dat al die metingen tegelijk meeneemt en probeert één trendservice voor de vogeltrek over Amerika te schatten. Dus wat me eigenlijk opvalt, is gewoon veel, relatief veel rood ook. Voornamelijk in dit deel, in het grijze deel, is de trend niet heel significant, maar vooral in het oosten zien we toch een heel duidelijke afname. En als je die trend dan combineert met het gemiddelde passage van waar vogels vliegen, dat geaccumuleerde oppervlakte dat ik net liet zien, dan kan je die twee combineren en dan zie je dus dat er met name hier eigenlijk in het Midwesten is de vogeltrek het hardst afgenomen. Wat dan voornamelijk ook een reflectering is van het feit dat we daar gewoon heel veel vogeltrek hebben. En daardoor zeg maar een aantal procent afname leidt dan toch tot veel vogels. Dan nog een beetje verder uitbreken naar verschillende flyways die veel gebruikt zijn. En dan zie je opnieuw dat die oostelijke flyways, die hebben niet echt een significante trend. De Mississippi en Atlantic flyways hebben dat wel. En dan kom je dus toch wel uit op een behoorlijke afname sinds 2007 van ongeveer 13 plus of minus 9. Ook een grote error bar, die we niet moeten vergeten. Niettemin een flinke afname. Om en nabij 1% per jaar of zo, 1,5%. Wat ook, als we dat vergelijken met de trends van veel soorten, is dat ongeveer dezelfde percentage. En in die zin hadden we dus een heel goede studie dat we dingen op de grond en in de lucht duiden toch op diezelfde effect van een soort van afname in het totale net aantal vogels in het Noord-Amerikaanse continent. En ook wil ik wel zeggen, dan al die data natuurlijk zijn allemaal, het is allemaal vrijwilligersdata. Het is eigenlijk al die programma's van de Christmas Bird Count en de DBS zijn allemaal vogelaars en vrijwilligers die data verzamelen. En zonder hun zijn dit soort studies niet mogelijk. En als ik dan ietsje dieper duik in soort de verschillende biomen of vogelgemeenschappen die vrij standaard zijn in hun definitie, hier wordt veel gebruikt. Is er ook weer geen verrassing misschien met graslandvogels, die ook veel op de oude prairies voorkomen, zoals bobolinks en meadowlarks. In grasland is gewoon een enorme afname, niet anders dan in Nederland, wat dat betreft. Maar ook in de bossen, en eigenlijk het maakt er niet zoveel uit in hoe je het eigenlijk groepeert. Het komt eigenlijk altijd uit, komt het toch op een nette afname. Op één uitzondering na, en dat is misschien de wetlands. En daar zitten alle eenden en ganzen in. Ook misschien niet verbazingwekkend als je het vergelijkt met Europa, waar we ook echt toenames van de meeste ganzensoorten toch wel zien. Shorebirds, ook een grote afname. Als ik nog ietsje dieper duik in families dan. Ja, dan zien we de gorzen bijvoorbeeld, een heel grote, de gorzen en de woodwarblers, die nemen, tropialen, die nemen een groot deel van die afname. Ook old bird sparrows, daar hoor je hier niet veel mensen. Mensen zijn hier niet zo blij meestal met huismussen. Die gaan in de bluebird boxen zitten en mensen vinden het maar niks. Voor mij was het toch veel meer een herinnering ook van, ja, kijk naar Europa en daar zien we precies hetzelfde. Dat het niet goed gaat met huismussen, net zoals ook met spreeuwen. En we zien eigenlijk precies hetzelfde gebeuren hier, waar dat eigenlijk een van de grootste verliezers zijn, toch in die vogelstand. Ook wat winnaars, maar minder dus. Een van de grote verrassingen was eigenlijk de rode oogvireo, die heel erg toeneemt. Dat is eigenlijk een beetje een mysterie waarom vireo's het eigenlijk wel goed doen. Want het zijn ook trekvogels die overwinteren in de Amazone, lange afstandstrekkers. Maar op de een of andere reden doen die het redelijk goed. Eigenlijk al de soorten. En als ik dan nog iets dieper duik naar wat voor soorten zijn er dan. Dan zie je ook dat de bulk van het verlies. Zeg maar 50% van die 3 miljard vogels, die wordt veroorzaakt door eigenlijk 10 heel algemene soorten. Dus strandleeuwerik,
Junko, de Savannah Horse, Redwing Blackbird. Echt van die algemene vogels die je in je tuin ziet en overal ziet. En dat is misschien ook niet heel algemene trekvogels. En als je ook denkt aan de radarbeelden, die meten voornamelijk ook dat wat algemeen is. En een heel belangrijk resultaat van de studie is gewoon dat dat wat algemeen is, dat gaat achteruit. En dat is misschien ook wat altijd wat minder focus heeft in beschermingsacties. En waar we toch heel snel gefocust zijn op die paar soorten die het slecht doen. En die op de rand van uitsterven staan. Niettemin, dit is natuurlijk, waarom is het belangrijk? Alle soorten gaan achteruit voordat ze uitsterven. En het is meer, deze studie past heel erg naar het beeld van ja, grootschalige biodiversiteitsverlies, waarin eigenlijk abundance en het aantal vogels is ook een maat van biodiversiteit. Misschien niet zo vaak zo geformuleerd, maar ik denk wel dat het accuraat is om dat zo te zeggen. En de vraag is dus, zijn we eigenlijk massamigratie langzaam aan het veranderen? En wat heeft die veranderingen voor invloed op de functionering van ecosystemen? En wat we voor Amerikanen echt een soort herinnering en is eigenlijk het verhaal van de trekduif in deze context. En er staat ook een groot standbeeld van de trekduif als je bij het Lab for Ornithology hier in Ithaca komt. Hopelijk mogen we daar ooit weer naar dat gebouw toe, maar daar staat een groot standbeeld van de trekduif, een soort herinnering. Want dat was een van die super algemene trekvogels die... Als je de oude verhalen uit het eind van de 19e eeuw moet geloven, dat er waren echt stromen waar de lucht zag zwart van de trekduiven en van die grote wolken die voor uren de hele dag doorgingen. En de schattingen lopen dat er toch ongeveer ook 3 miljard van die trekduiven waren. En dan onder een grootschalige jacht en ook ontbossing rond de wisseling van de eeuw. Zo rond 1900, dus die begin 1900 uitgestorven, heel erg snel. Dus dat is eigenlijk wat we eigenlijk verloren hebben weer nu sinds 1970, is eigenlijk in termen van het aantal vogels, is eigenlijk een trekduif waard aan vogels. Dus als een herinnering. En daarom ook het motto van Partners in Flight is keep common birds common. En de vraag is natuurlijk, hoe doe je dat? En wat zit er achter deze achteruitgang? En ik vind het altijd lastig om te zeggen, want aan de ene kant is misschien is dat antwoord heel makkelijk. En aan de andere kant is het moeilijkste vraag om te beantwoorden. Van waarom gaan vogels achteruit? En aan de ene kant misschien, dit is misschien het simpele antwoord, maar ook niet het volledige antwoord is... Ja, habitatveranderingen zijn toch ontzettend belangrijk en een van de grootste oorzaken voor vogelachteruitgang. Ik denk dat niemand daar echt over, dat het op voor discussion is. Intensivering van de landbouw, ontbossing, verstedelijking, dat soort dingen zijn ontzettend belangrijk. Mortaliteit door mensen, dus predatie door katten... aanvaring met gebouwen en dat soort dingen ook belangrijk. Maar, en dat is eigenlijk wanneer het lastig wordt, als je nadenkt over een trekvogel, is dat er zoveel aan het veranderen is. En we hebben dus, al die dingen spelen een rol op tegelijkertijd. Dus als je dus denkt aan een trekvogel, zoals hier deze Baltimore Oriole. En dit is de eerste keer misschien dat ik hier zo'n bewegend kaartje laat zien. Ik zal er veel meer laten zien. Allemaal gebaseerd op eBird-data. Maar in ieder geval, die bewegingen van die vogel, die gaan door al die verschillende habitats. En al die veranderingen van habitat, zowel in de tropen als in het broedgebied. En veranderingen... In de habitat die de vogel tegenkomt tijdens een migratie. Al die dingen spelen een rol. En het is daarom ontzettend lastig om te zeggen, oké,
wat is nou de meest belangrijke factor voor deze soort waardoor je achteruit gaat? En veel van de meest basisvragen van, heeft deze vogel de meeste uitdagingen op dit moment in de tropen of in het broedgebied? Ik zou zeggen, voor bijna geen enkele soort kunnen we daar echt een antwoord op geven. Dus hoewel de grootschalige dingen misschien wel duidelijk zijn, echt je vinger op de zwakke plek, op de gevoelige plek liggen voor een soort, is ontzettend, ontzettend lastig. En kunnen we bijna voor geen enkele soort, behalve misschien een paar soorten die dan heel intensief gestudeerd worden, zoals misschien waar Christian aan werkt met de vliegvangers of misschien de Red Stars hier in Amerika, waar heel veel onderzoek aan is. Maar zelfs daar is het lastig. Dat is eigenlijk wat ik zei. Ja, iets te zeggen waarom populaties achteruit gaan is heel lastig. Komt het met name, hebben soorten nou noodzakelijk last van limitering in het broedgebied of in het overwinteringsgebied? Dat is meer een vraag van lange termijn verandering. Je kan ook meer kijken naar jaar tot jaar veranderingen. Hoe fluctueert een vogelstand van jaar tot jaar? En dan is de vraag van welke periode en plekken in de annual cycle zijn er verantwoordelijk voor die fluctuaties in populatiegrootte. Wat ik wel een leuke analogie vind is de tap versus top hypothesis. Als je de vogelstand bijvoorbeeld zou beschouwen als het waterniveau in deze badtub, of hoe noem je dat, een bad. dan kan het zo zijn dat het aan de ene kant het waterniveau wordt bepaald door hoeveel er inkomt, dus hoeveel jongen er in elk jaar worden geproduceerd. Maar het waterniveau is ook bepaald door hoeveel water eruit stroomt en dus eigenlijk hoeveel vogels er doodgaan. En waar die dan precies doodgaan. Dus het is dat subtiele balans tussen aan de ene kant recruitment van nieuwe vogels en productiviteit en aan de andere kant mortaliteit. Die je beide moet begrijpen, wil je eigenlijk de vinger kunnen leggen op waarom een populatiegrootte verandert. Iets dat heel lastig te doen is. En wat ik eigenlijk een beetje probeer voor in mijn onderzoek, in mijn huidige onderzoek, waar ik een beetje een case voor probeer te maken, is dat we eigenlijk zo moeten proberen misschien, en ik probeer op geen manier afbreuk te doen aan soort echte studies aan gedetailleerd, met grote populatiestudies, met veel veldwerk, dat zal altijd super belangrijk blijven. Tegelijkertijd denk ik van we moeten ook misschien proberen meer vormen van data over populatieverandering en demografische processen te krijgen van andere datastromen. En als je nou terugdenkt aan die studie van 3 miljard vogels verloren. We zien dat in alle groepen en je ziet het eigenlijk overal. Dus het is een heel valide vraag van wat delen al die soorten nou in hun achteruitgang en waar misschien liggen de voornaamste problemen. En ook dat het ontzettend veel algemene soorten zijn. Dus wat zijn er soort voor de algemene limiterende factoren, kunnen die bepalen? De reden dat we dat niet kunnen is dus het gebrek aan die demografische data. En we zullen dus die bestaande programma's moeten versterken. Programma's zoals CES met ringen en dat soort. Maar ook nieuwe big data resources die we eigenlijk ondergebruiken. En ik zal opnieuw een beetje ingaan op de radar. En aan de andere kant citizen science projecten zoals eBird en waarneming aan de andere kant. Dus hoe kan... Dat klinkt misschien bizar, maar hoe kan je überhaupt iets zeggen over populatiedynamica met een weerradarnetwerk? En eigenlijk, de truc is eigenlijk door te kijken naar hoeveel vogels er zijn op meerdere momenten in het jaar. Dus hier heb ik opnieuw dat soort de geaccumuleerde surface van waar de vogeltrek is. En we kunnen eigenlijk van die lijnen trekken over het continent. Hier heb ik er eentje getrokken aan de noordgrens en eentje aan de zuidgrens. En dan kan je eigenlijk gewoon tellen van hoeveel vogel, biomassa en hoeveel vogels vliegt daar nou overheen in een voorjaar. Dus dan kom je tot die enorm grote getallen van 3,5 miljard vogels komen binnen.
2,5 miljard vogels vliegen ongeveer richting Canada. En dan kunnen we dat herhalen, zeg maar, in het najaar. En je zal misschien niet verbaasd zijn dat dan in het najaar zijn die aantallen groter. En dat is natuurlijk niet verantwoordelijk. Zo ongeveer 4 miljard vogels uit Canada richting de 5 miljard vliegen vanuit de VS naar het zuiden. Het zal je niet verbazen dat die aantallen groter zijn natuurlijk, omdat we hebben dan net de reproductie gehad. Al die jonge vogels zijn nu ook aanwezig. En in die zin zie je hier al een beetje dat je dus iets ziet van de populatiedynamica van een volledige avifauna. Dus je kan eigenlijk dat dus op verschillende manieren doen. Van, nou, laten we zeggen dat we de spring migratie nemen we als een soort van de populatieschatting voor een zeker jaar. En dan hebben we van jaar tot jaar een populatieverandering naar de volgende totale passage van de vogeltrek in het voorjaar. Zo, dat noem ik dan een populatieverandering. Maar we meten de populatiegrootte niet alleen in het voorjaar. We kunnen dat opnieuw doen ook in het najaar. En daar hebben we eigenlijk de verandering van spring naar fall, van voorjaar naar najaar, hoeveel vogels, dus die verandering, die toename die we zien in het van voorjaar naar najaar, dat is een soort maat, echt tussen haakjes, van recruitment. Het is natuurlijk niet werkelijke recruitment of reproductie, maar het is wel een index daarvan voor alle soorten tegelijk. Net zozeer als je vergelijkt van hoe zijn de aantallen in het najaar vergeleken met het volgende voorjaar, dan zie je dat er een afname is, omdat er zeg maar vogels doodgaan in die periode. En dat wordt dan een soort, kan je gebruiken als een index van mortaliteit. En ik ga een beetje richting die top versus tub. Denk aan die bathtub. Van welke periode bepaalt nou de fluctuatie van jaar tot jaar in die populatiegrootte van trekvogels? Dus hier heb ik dat gedaan, maak ik een regressie van de verandering van één voorjaar naar het volgende voorjaar, ten opzichte van die eerste stap van spring naar fall. Dus hier zie je, en dat kan je zeg maar uitdrukken als een soort, hoeveel van die populatieverandering wordt eigenlijk door de eerste stap verklaard. Dus ik heb hier eigenlijk de populatieverandering, van een groen balletje naar groen balletje, voor verschillende autumn return rate, wat eigenlijk dus het verschil is tussen deze twee voorjaar en najaar. En zie je dus dat heel veel van die stap van het één jaar naar het volgende wordt verklaard door die eerste stap, van hoeveel wordt er van voorjaar naar najaar, hoeveel van die variatie wordt daardoor verklaard. Wel, als ik het doe voor hoeveel de return rate in het najaar, dus eigenlijk de maat van hoeveel vogels er terugkomen in de winter, dus de maat voor mortaliteit in het niet-broedperiode, half jaar, wordt maar 16% daarvan verklaard. Dus als we nu even teruggaan weer naar die bathtub, die ik hier al eerder heb. Als je de volledige annual cycle in maar twee delen opdeelt, wat ik nu heb gedaan, dus nog redelijk grof, dan zie je toch dat heel veel van die populatiefluctuaties die worden veroorzaakt door dat half jaar in de zomer. En wanneer eigenlijk dus de reproductie plaatsvindt. Dus het is eigenlijk dat half jaar dat maakt of breekt eigenlijk een goed jaar vanuit het perspectief van alle trekvogels zoals gemeten in de radar. En in de winter is het meer zo van, oké, er gaan gewoon 30% van de vogels dood. Als je een heel goed broedsucces hebt gehad, dan gaan er 30% dood. Als het een heel slecht reproductieseizoen was, gaan er ook 30% dood. Er zit niet zoveel variatie in. Dus in die zin, voor alle vogels samen, wijst dat heel erg dus naar wat ik zou zeggen, tap dynamics. Dus van hoeveel water gaat er in de tub? Dat bepaalt eigenlijk de jaar-tot-jaar variatie. En dit is natuurlijk voor alle soorten samen. Wat het mooi zou zijn is dat we dit soort dingen dus dieper kunnen graven voor individuele soorten.
En dat is echt iets wat ik nu probeer te doen met een nieuw project, dat het Macro Demography Project heet, wat eigenlijk nu zo'n beetje aan het begin nog staat. En daarbij willen we ook proberen dus veel meer gebruik te maken van citizen science waarnemingen. Zoals, dus in Amerika is eBird heel gewoon. Het is eigenlijk heel vergelijkbaar met waarneming in Nederland. Waar mensen sturen hun waarneming in via de app. En je ziet dus een enorme toename in het aantal waarnemingen die we krijgen. Het gaat nu richting 24 miljoen checklists, dus de lijstjes die mensen insturen. Oh, sorry, waarnemingen. Iets van richting de 2 miljoen checklists per maand. En het blijft toenemen. Dus hier is bijvoorbeeld een kaart. Dit is niet een kaart, je herkent een kaart van de wereld, maar dit zijn eigenlijk alle locaties waar ooit een e-word-lijstje is toegevoegd en is opgestuurd. So, je ziet dat het steeds meer naar een soort wereldwijd systeem aan het gaan is. Natuurlijk nog steeds een grote bias in Noord-Amerika, maar ook bijvoorbeeld in Spanje, in Engeland, India, zijn toch gebieden waar het heel erg populair is. Ook grote zwarte gebieden, zoals in China en Rusland, Afrika, niet verbazingwekkend. Dit soort data die liggen eigenlijk aan de basis van dit soort distributiemodellen die ik eerder liet zien. Hier nu voor de Amerikaanse boslijster. Waar je er elke week, elke tweewekelijke periode ziet waar die vogel voorkomt. En ik moet echt zeggen naar Daniel Fink, ook een research associate uit het Lab for Ontology. Dit is echt heel erg zijn levenswerk. Dus een shout-out, of ik gebruik te veel Engelse woorden, merk ik. Credits naar hem en zijn team voor de eBird 2020 team, die heel veel van dit soort ontwikkelingen hebben gepioneerd. Wat heel exciting, ik word steeds erger, ik ga steeds meer Engelse woorden gebruiken. Waarom dit heel erg interessant is... Wat we dit soort dingen nu aan het vergelijken zijn met wat je ziet in. Daar komt het. In wat we zien in de Breeding Birds Survey, dus zeg maar de BNP van Amerika. En hier zien we dus bijvoorbeeld sinds 2008 een populatietrend voor deze soort. In blauw is de index die we hebben uit zeg maar de BNP. En in rood zie je wat we vinden nu voor e-birds. En je ziet dus een heel goede match in die soorten volledige indices in voor populatieveranderingen. Puur op basis van die soorten relatief zonder protocol verzamelde data via e-bird. En wat ik... Mijn slide is raar. En wat ik nog... En wat zelfs nog meer verbazingwekkend is, en denk ik, van hier doen we dat hetzelfde, maar nu in het niet-bloedgebied. En je ziet dus eigenlijk dat je dezelfde populatietrend kunt meten op verschillende plekken in de flyway. Hier zie je ook weer dat die dip die we zien rond 2012, die meten we ook zeg maar puur in het niet-bloedgebied. En je ziet dus dat dit zit in een science data. Eigenlijk de gevoeligheid hebben om die kleine fluctuaties van een aantal procenten van jaar tot jaar van zo'n soort, die beginnen te kunnen te meten. En dan, ik denk dat dat enorme potentieel heeft voor de toekomst. Want eigenlijk wat je je voor kan stellen is dat we kunnen eigenlijk gaan aggregeren over de hele populatie van een soort. Je telt zeg maar van hoeveel vogels zijn er, je telt het aantal vogels gewoon over deze kaart, een distributiemap, en dat hoeveel vogels zijn er. En dan verwacht je eigenlijk dat dat zo'n patroon heeft, waar vogeltrek afneemt, een toename is door de reproductie, en dan langzaam neemt het weer af door sterfte. En dus kunnen verwachten dat we eigenlijk, en dit is meer toekomstmuziek, waar we dus dit soort citizen science data gaan gebruiken om ook demografische informatie te krijgen. Dus je kan bijvoorbeeld nemen van
als ik van het pre-breeding naar post-breeding ga, dan neem ik dan een measure van, zoals een maat van productiviteit. Net zoals van hier naar hier kan ik de afname, langzame afname nemen als een maat van mortaliteit en van survival. Voor een volledige soort. En dat geeft dus mogelijk die vital rates, zeg maar dat soort basisinformatie die we niet hebben om echt de vinger op de zere plek te leggen. Waarom zijn er nou en waar hebben die vogels de meeste problemen? We weten al eigenlijk dat het niet, dat de realiteit is niet zo mooi. Bijvoorbeeld wat we redelijk goed, wat we redelijk goed in de vingers hebben, is dat er meestal een summer detectability dip is. Wanneer vogels gaan broeden en ruien, dan worden ze gewoon minder zichtbaar. En dat zie je heel duidelijk in de data. Maar wat je nog steeds kunt hopen, is dat toch die relatieve index, het is geen absolute index van recruitment, maar dat je toch een soort dat die relatieve maat je toch iets zegt over de populatiedynamica van die soort. Dus dat geeft ons een vital rate. Aan de andere kant kan je dat ook doen op lange termijn. En dit is al minder toekomstmuziek. We zijn nu bezig om het uit te rollen voor tientallen soorten, waarin je dat soort kaarten krijgt die dus veel gedetailleerder zijn dan de BBS, zeg maar de BNP. Veel meer ruimtelijk gedetailleerd, waar we dus echt die trends voor soorten kunnen meten. En we zien dus een heel goede overlap tussen BBS en dit soort science data. Ik weet hoe de tijd zit, ik ben bijna aan het eind. Ja, en ook misschien een verandering. Zo, dit is een van mijn favoriete trekvogels. Blackpoll warbler. Die broeden dus, zeg maar, ze overwinteren in Colombia, Venezuela en dan trekken dan en broeden ontzettend noordelijk. Dus ik denk dat we ook misschien op een andere manier, we zijn gewend om vogelpopulaties te tellen tijdens het broedgebied. Maar voor zo'n soort ligt het veel meer voor de hand om dat eigenlijk te doen in het midden van de trekperiode. Eigenlijk net zoals ik deed voor de radar, waarin het moment van sampling eigenlijk ligt midden tijdens de trek. En dat het moment is waarop je de annual cycle in tweeën deelt. Ook misschien heel ongebruikelijk in populatiestudies. Maar wel misschien voor zo'n soort een goede manier om dieper te gaan duiken in die annual cycle te ontrafelen. Het is trouwens heel leuk, omdat er zijn heel veel van dit soort animaties die je nu kunt bekijken op de site van het lab. En je kan er echt naar blijven turen. Maar dit is een soort dus die trekt over het is een beetje schokkerig, maar je ziet heel zo hoe ze concentreren hier aan de kust van het noordoosten. En dan vliegen ze eigenlijk non-stop. Het is een soort van steltloper, deze soort. Die dan non-stop over de oceaan hier vliegt naar de tropen. Duurt het meerdere dagen ook. Ze worden ontzettend vet. Dus ja, ook een ontzettend interessantere warbler. Maar dat is een detail. Eén ding wat ik nog even iedereen op het hart wil oproepen, wat wel belangrijk is en wat ik denk dat wat echt essentieel is, wil je dit soort meer geavanceerde dingen als trends en demografische indices uit citizen en science data gaan halen, is wel, dit soort informatie is super belangrijk. Hoe lang heb je gekeken naar vogels? Hoe ver heb je gelopen? Dat soort dingen bepalen enorm voor hoeveel vogels je ziet. En tegelijkertijd, volledige lijstjes, dat is ook enorm belangrijk. En de reden is eigenlijk dat je daarmee enorm je dataset vergroot. Want we hebben hier bijvoorbeeld een lijstje van een stuk of 7 vogels. Op het moment dat ik zeg, dit is een volledig lijstje, zijn voor al die andere 600 vogelsoorten die in het gebied voorkomen, door te zeggen dat het compleet is, staat daar allemaal een nul. Die zijn niet gezien. Dus daarmee vergroot je enorm je dataset. En de nullen zijn eigenlijk waar de vogels niet zijn, is net zo belangrijk als waar ze wel zijn, vanuit een statistisch oogpunt. Dus het invoeren en het verzamelen als vogelaars van die volledige lijstjes is ontzettend belangrijk. En of je nou op waarneming zit of op eBird, de tools, die kunnen dat allemaal. Dus niets staat ons in de weg wat dat betreft. Ik denk dat ik aan het eind van mijn tijd zit, maar ik zal heel snel redenen voor hoop met het verhaal van vogeldeclines.
Ja, wellicht wel, toch? Er is net een studie die we net uit hebben over de Bald Eagle. Enorm toegenomen. Er waren nog maar een paar duizend vogels. Volgens mij onder de duizend zelfs in begin de jaren 60. Nu helemaal exponentieel aan het toenemen en is helemaal hersteld. En in die zin, bescherming kan werken. Ook bijvoorbeeld. Hoe bijvoorbeeld de jacht hier in Amerika, ook een heel ander concept, waarin toch heel veel van die netwerken van wetland gebieden worden bekostigd vanuit de tags die jachters bepalen. En in die zin wordt de jacht wordt hier echt veel meer gezien als iets wat een enorme kracht heeft gehad in bescherming van vogels en die dat hele netwerk van reserves intact houdt. Dus in die zin. Ja, hunters raise their voices en their money voor dit soort dingen. En in die zin, ja, dat is het probleem misschien van zangvogels, dat die hebben niet zo'n economische waarde en daarvoor misschien ook niet zo'n groep die kan pleiten voor de bescherming daarvan. Maar niettemin, vogelaars, we zijn wel een force en een enorme, je hebt 45 miljoen vogelaars en dat neemt ook alleen maar toe. Brengen enorm veel geld in het laadje. Dus we zouden wel misschien die politieke kracht ook kunnen zijn. En ik denk dat dat is nodig om dit uiteindelijk ook op de agenda te zetten. En hier zie je dat meisje dat aan de hand van onze studie toch hier zit, zwaaiend met een Amerikaanse vlag om het onder de aandacht te brengen. Dus ja, en voor onderzoek, ja, kijk vogels en deel. Deel wat je ziet, met wat voor tool dat ook is. Ik denk dat dat echt een doorgaande revolutie in het vogelonderzoek nu teweeg brengt. En iedereen kan daaraan bijdragen. Ook als je meer van die studie wil weten, we hebben een site, 3billionbirds.org, waar je nog meer over de resultaten kan lezen. En dan ben ik bij mijn acknowledgement slide. Dit is het macro-demography-team. Alan Johnston, Frank, Ken Rosenberg, de lead author van de 3 Billion Birds-studie. Jacob Sackler, die binnenkort met mij begint als postdoc. En ja, heel veel mensen te bedanken. Evert Stennis en Trends-team en Daniel Vink. Zij hebben heel veel gedaan aan de Ebert-data-modellering. Birdcast. Het radarteam, waarin ik ook onderdeel van ben. 3 Billion Birds team en funding. En ja, dat is wat ik had. En ik hoop dat ik niet over mijn tijd ben gegaan. Maar als er tijd is, neem ik graag wat vragen. Dank jullie wel.